mij de enige wijziging in het team van Stijn. Kortsmit staat daar in beeld, maar die speelt dus niet. Dat is deze Nick Olij. Kortsmit heeft het wel ontzettend goed gedaan. Had graag weer willen spelen, maar is dus gepasseerd. Maar daar heeft hij, in hoeverre dat ook kan, vrede mee, omdat hij het gewoon wist. Verder zijn het 10zelfde namen. Geen reden tot wisselen. De laatste twee wedstrijden werden met 3-0 gewonnen. Kaats van Hooijdonk. Dan mag Martso terugspelen op doelman Hoekstra. Martso die nog geen minuut gemist heeft dit keukenkampioen divisie seizoen. NAC heeft het vaak lastig tegen Roda. Dat bewijzen ook wel de eredivisiecijfers. Er wordt zo'n beetje evenveel verloren als gewonnen in eigen huis van de Limburgers. Schouten. Malone moet oppassen in deze wedstrijd. Staat op scherp. Bij een gele kaart geschorst. Van Hooijdonk met een goed overstapje. Dan komt hij de eerste kans aan voor NAC. En die zit er ook meteen in. El Alucci. Vlak voor het begin van de vierde minuut is het al raak voor NAC. En dat zag er toch wel heel simpel uit. Maar de beweging van Hooijdonk verdient een extra compliment. Schouten met de bal. En Van Hooijdonk heeft dat instinct. Heeft door dat El Alucci vanuit zijn rug ook komt. En maakt daar optimaal gebruik van. Goed gedaan. In de korte hoek geschoten. Dat ziet er ook makkelijker uit dan dat het in werkelijkheid is. Het is een derde doelpunt van het seizoen. En NAC dus vroeg op voorsprong. Martso. Makkelijk te doorzien door de defensie van NAC. En dan snijden ze er ook weer als een mes door de hete boter doorheen. 2-2. Venema, bal aangeraakt. Dus een betrekkelijk eenvoudige redding voor Jan Hoekstra. Haaien. De Roy. Goeie loopactie van Kai de Roy in de voorzet. Net te scherp, waardoor Hoekstra in de korte hoek met zijn been kan redden. Haaien. Het zijn de mooiste als je ze maakt, maar 1 op de 100 zeggen ze dan vaak. Martso. Bouchouari. 1-2'tje met Goppel. Bouchouari op snelheid, dat is goed gedaan. Martso geeft mee en Goppel is op snelheid. Maar zoals wel vaker bij Goppel ligt het niet aan zijn snelheid, maar ligt het vaak wel aan de hervatting. Oftewel de voorzet. Klaassen. Flukken heeft de ruimte om uit te halen van afstand. Daar hadden de verdedigers van NAC niet op gerekend. Flukken. Aansluiting komt wat laat, maar is er wel van Mitchell Keulen. Valkenburg. Bakker. Keulen terug op Bakker, dat gaat wel heel makkelijk. En uiteindelijk kan er ook afgedrukt worden. Goppel krijgt de bal alleen niet tussen de palen. Keulen kan ver gooien, maar doet het wel op het hoofd van Malone. Goppel. Van afstand Goppel en een hele goede redding van Olij. Ja, het was wachten op het eerste echte schot tussen de palen. Nou, daar zijn ze dan ineens. Flukken. Goppel. Ja, je weet dat hij gaat uithalen. Je ziet het van mijlenver aankomen. Maar net als Haya aan de andere kant zijn dit niet de pogingen waar doelmannen bang van worden. Haya. Klaassen. Als het gooien niet kan, misschien met de voeten. Bouchouari. Lichtvoetig. En hij vindt ook Flukken. Dat is goed gedaan. Dit is ook goed teruggelegd. En dan is het geen 1-1. Want Goppel zet te weinig kracht achter dat schot. Weer een goede kans voor Roda. Het was er even op wachten. Maar nu volgen ze elkaar niet in hoog tempo. Maar ze volgen elkaar wel in tempo op. Weer Goppel als eindstation. Uitstekende bal natuurlijk van Flukken. Teruggetrokken voorzet.
Bakker. Verstoken richting Goppel. Die heeft dan Rutte bij zich. En Olij in twee instanties heeft hem. Maar zelfs in drie instanties. Die hem nog een keer los. Maar het loopt goed af voor NAC. Oh, ah, driemaal scheepsrecht. Fiorini. Lalucci. Venema. Dat is een goede beweging van Nick Venema. En hij kan ook meters maken richting achterlijn. En legt hem ook goed terug. En dan is het hier geen 2-0. Fiorini. Heel dichtbij. Maar schiet recht op Jan Hoekstra af. En zo schiet NAC weer uit de startblokken. Net als in de vorige helft. Het enige waar het aan ontbreekt is mikken in de hoek. Anders had het hier 2-0 gestaan. Buitenspel voor Bakker. Dus is het slim laten lopen door Goppel. Bakker. En dit moet een doelpunt zijn. En dat wordt het. Wel of niet is het Hens. Ja, Nijhuis vindt het Hens. En dus komt er een penalty voor Roda aan. Te apathisch gereageerd. NAC bij het doorbreken van Bakker. En dan wordt het ook nog rood. En hij kan niet anders, zegt Nijhuis, richting Schouten. Ja, het is Hens. Het is zo ongelukkig, het is zoveel pech in één situatie. Natuurlijk doet hij dit niet bewust. Luiks tegenover Olij. En dat is een goede doelman. Die weinig doelpunten tegenkrijgt. Maar penalties. Dat is altijd andere koek. Maar hij heeft hem wel en dan de rebound en dan gaat hij er alsnog in. En dan komt het met die pech weer als een cirkel rond bij elkaar. Want even dacht je, Olij heeft hem. Maar dan kaatst die bal terug, recht terug voor de voeten van aanvoerder Luiks. Die maakt zijn derde van dit seizoen. Luiks legt hem terug. Bouchouari wil heel graag schieten, je ziet het aan alles. Luiks wil dat ook wel, maar de ruimtes zijn te klein. Klaassen. Goppel. Fluken. Hij heeft ook de ruimte om uit te halen. En dat balletje schiet binnen. Olij het zicht ontnomen. En de clubtopscorer slaat toe. Goppel met een voorzet. En je zou kunnen zeggen, doordat er een goal uitkomt, is het een goeie. Maar natuurlijk opnieuw wat geluk voor Roda en pech voor NAC als die bal onderweg nog wordt aangeraakt door aanvoerder Malone. Hazard. NAC is de draad echt even kwijt. Een hakje van Valkenburg die met heel veel geluid naar de grond gaat. Ook heel snel weer opstaat. Want Goppel is er vandoor. Halfverdedigend werk van Malone is voorlopig voldoende. Bakker, Bakker en redding van Olij noodzakelijk. De bal daalde net iets te snel. Nog een half uur met een man minder. Luiks. Verfijnd gegeven. En Bouchouari. Bouchouari vindt het zijn net. Krijgt een heel licht duwtje mee. Maar geeft niet op. Is niet van glas gemaakt. Hier heel licht aan zijn arm meegenomen. Het is voldoende voor NAC om het doelpunt te voorkomen. Rösler eruit, dat is dus centrale verdediger nummer 1. En dan is het ook de wedstrijd voor Venema. Dus twee aanvallend ingestelde spelers erbij. 1 eraf en ook een verdediger eraf. Dus wel wat risico, maar niet all in nog. Lalucci op Pilate. Pilate met de aanname en Pilate scoort! Wat een goal van NAC! De gouden wissel van Maurice Stijn. En Lalucci krijgt de credits voor zijn assist. Maar die aanname met de borst precies op de juiste snelheid meegenomen. En dan is het voor Pilate blijkbaar een koud kunstje. Op de wreef binnenschieten. Hoekstra komt zijn goal wel uit. Maakt hem zo klein als hij kan, maar het is niet klein genoeg. Lambrix
toch durft Roda ook niet meer het risico te nemen. Nog één keer lang. Goppel duikt daar ineens op. Terugleggen en Flücke komt daar net niet bij. En dan vindt Nijhuis het mooi geweest.